project, ja, dat is, we moeten natuurlijk allemaal verder verduurzamen. En wij rijden natuurlijk met veel dieselvoertuigen op dit moment in de regio rond om het afval allemaal in te zamelen. We doen een hoop al met elektrische voertuigen, zeker bij de reiniging. En ook in ons eigen wat kleinere wagenpark. Maar de grote trucks, ja, dat moet toch echt ook duurzamer. Dus we kijken naar elektrisch. Maar deze proef konden we gaan doen vanuit een project in Brussel. En we vinden het toch buitengewoon interessant om ook te kijken van, kunnen we met waterstof wat? Ja, want je hoort toch wel veel verhalen dat ook waterstof de toekomst zou kunnen hebben. Nou, we willen dan graag weten van hoe werkt het nou echt uit. Hè? Niet meer uit de boekjes of uit de folder. Maar we willen echt weten hoe dit nou in de praktijk werkt. En vandaar deze proef. Goedemiddag, welkom hier bij Cyclus. Nou, mijn naam is Jeroen de Vries. Ik ben al geïntroduceerd door Linda, manager logistiek en ontwikkeling. En ik hou me vaak dus ook bezig met, als het gaat om investeringen en materieel. En na te denken, wat hebben we nou nodig voor de toekomst als bedrijf? Naar de transitie die we doormaken, maar ook de verplichting die we hebben als organisatie naar de maatschappij toe om verantwoord duurzamer om te gaan. Zowel met hoe wij omgaan met onze grondstoffen naar buiten, maar ook het materieel wat wij gebruiken. We hebben daarin natuurlijk een voorbeeldfunctie. En de regering helpt ons daarmee, middels subsidie. En daar zal dadelijk Stefan Nijs van, met grote letters die jullie ook zien, H2 Rent, jullie meer over vertellen. Ik ben geen technicus, dus als het gaat om de techniek kan hij jullie veel meer vertellen. Als Cyclus willen we de komende jaren natuurlijk ook verder verduurzamen. Daar is al wat over verteld natuurlijk in de stukken van de meerjarenbegroting, de visie die neergelegd is en ook dus verduurzamend materieel. Richting 2030 meer inzet op elektrificatie, maar ook eventueel een andere vorm en dat is waterstof. Er staan al wat kleinere voertuigen hier omheen die jullie al gezien hebben voor de reiniging, voor algemeen gebruik. Dat zijn de kleinere elektrische voertuigen. Daar zullen we ook verder op in gaan zetten, dus meer kleine elektrische voertuigen. Maar de uitdaging ligt natuurlijk veel meer bij het grote materieel. De huisvolwagens, de afzetwagens die we gebruiken. Veel gewicht, hebben een opbouw die ook veel energie vraagt. Dat is toch wat anders. En dat vraagt ook gewoon experimenteren met elkaar. Niet alleen als Cyclus, want dat kunnen wij helemaal niet. Maar samen met het bedrijfsleven. We hebben natuurlijk e-trucks die probeert en initiatie neemt hoe we, oh kijk, moet even terug, het ook gemaakt wordt. Maar ook nadenken over een waterstofstation. Daar zal Stefan jullie dadelijk veel meer over vertellen. Project H2 Rent is een DKTI-project, mede mogelijk gemaakt door RVO, Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland. Is al een project vanuit 2019, wanneer het ingediend is. We hebben daar een aantal vuilniswagens in opbouw, 6 vuilniswagens om in totaal te zijn. En we maken gebruik van het mobiele waterstoftankstation wat erachter staat om in ieder geval demonstraties te faciliteren op locaties waar er geen waterstof verkrijgbaar is voor die voertuigen. In dit geval voor Cyclus hebben we ervoor gekozen om op locatie hier neer te zetten, een vrachtwagen neer te zetten, een vuilniswagen neer te zetten en 3 maanden proef te gaan rijden in het winterseizoen. Om ook te laten zien dat waterstof vuilniswagens een optie kunnen zijn voor de NVRD, voor de hele sector, voor vuilnisophaling. Ook in de winter, omdat we zien bij batterijen dat de batterijen toch wel snel leeg gaan in koude temperaturen. Dus bij dit voertuig minder van toepassing. Hoe werkt het voertuig eigenlijk? Waterstofvoertuig is in de basis een basis elektrisch voertuig. En in plaats van een hele grote batterij hebben wij een batterij plus een brandstofcel en een aantal waterstoftanks op het dak. Waarbij de waterstof naar een brandstofcel gaat. Die brandstofcel wekt energie op tijdens het rijden. De energie gaat naar de accu en die accu drijft weer de batterij aan. Uiteindelijk hebben we meer energie aan boord in een gasvorm dan in een batterij die ook in dat geval veel gewicht met zich meebrengt.
Nou, is prettig werk, het nieuwe materiaal. Jawel, jawel, zeker. Het is alleen wennen. Als je gewend bent aan diesel, dan dit is heel anders, want je hoort amper geluid. Dus het is wel leuk hoor.